Waar vriest dit hout? Voor de remvoering. Voor de remvoering? Ja. En er wordt op een kleed? Komt om een wiel heen. Ja. Die speciaal laten zagen? Ja. Ach jee, dat is de rem. Doe dat net eens. Ik ga het even inzoomen. Doe het nog eens. Mooi. U wel rustig aan, Bart? Ja. Zo op de vroege ochtend. Kijk, dat bedoel ik. Naar de andere kant, Pip. Zullen we nou dat ook in de bak? Naar de andere kant, Pip. Jezus. Ik ga niet mee, Bart, met die boot. Durf je dat niet, hè? Nee, ik vind dit veel te link. Kijk, jongens, dit is echt millimeterwerk. Kijk, okay, veel diep, fijn, niet hoor, als je ziet. Hoe hard te gaan, hè? Wat stress hebben wij, hè? Hier op werk. Goed, hè? Dat vergis je niet. Nou, wel even door, maar goed, hè? Ja, therapie is het, ja. Lichttherapie. Ja. Ah, jij staat in ieder geval hoog, Bart. Ja. Kijk, ik zou wel. Zullen we eerst even eten? Ik had het nog niet gedaan. Ik zat net aanstalten te maken, maar ja, toen zit jij een hulplijn in. Pim, wijs met de achterbalk even aan. De achterbalk is deze. Dus die we naar buiten ligt. Dit is de middelbalk. En dit is de windpijl die na nog op de boot ligt. Op de dekschuit ligt. Nee, dat is geen dekschuit hoor. Oh. Balk inderdaad. Ja. En deze middelbalk, daar is ook een bocht in getekend. Alleen weet ik niet of dit op deze manier ook gemaakt is. Maar dit is om onder de bovenas door te kunnen. Ja. Omdat dat anders aanloopt. En wij hebben hem gewoon, zoals je op de foto's zo kan zien hier zo. Hebben wij hem gewoon eenparige bocht gegeven. En ook om door onder de bovenas door te laten. Hier is dan die balk die vervangen moet worden. Deze. Die is lager.
Hey Bart. Zo Ed, je hebt hoger opgezocht. Wat een wiel, hè? Ja, groot, hè. Ongelooflijk. En daar komen die, dat hout omheen, vernieuwd. Dat is eigenlijk dit velgje, deze. Dat tussenrandje. Ja, ja. Die is nu te dun geworden, er zit ijzer omheen. Ja, dat gaat vervangen worden. Ja, je moet een dikkere laag houden. En voor de rest is het helemaal nog... Nou, die remblokken moeten ook hier en daar vernieuwd. De vangstukken moeten ook vernieuwd worden. Nou, een paar. Ik ga even kijken of het hele wiel... En de middenbalk, dat is deze? Ja, die wordt nieuw. Die heb je liggen al? Nee, deze heb je nog niet liggen. Kom binnenkort, die is net... komt volgende week uit Denemarken. Ja. Zo. En dan deze, die waar ik achter zit. Die ligt achter. Die ligt achter, die, daar heb Pim het kozijn van gemaakt. Ja. Dat is hier afgezaagd. Ik zal het even filmen. Dat zijn deze dingetjes hier ook. Dat is de kozijn wat Pim het maken is. Dat komt hierin. In dit gedeelte. Ja. We zitten vrij hoog, denk ik. Bart? Ja. Hoe hoog is het? Nou, 18 meter hoog. 18 meter. Ja, je kunt zo'n beetje zien hier. Dit is het. Nou, dit is het voorkeuvel en ze hebben net gesloopt. De windpeluw, die ligt al beneden klaar. Gaan we er nieuw in zetten. Die is nou, hij is slecht. Hij had nog wel even meegekund, maar ja, nu we de kap natuurlijk toe zo ver slopen, moet hij er maar uit. Nou, die roet die hebben we vrijdag eruit gehaald. Dat was het. Ja, ze zijn inderdaad behoorlijk gesleten, hè? Ja, hoort normaal 9,5 centimeter dikte zijn zo'n beetje. Ja, nou is het helemaal... 3 duim. Moet je deze zien? Ja, die bouwt. Ja, zeker slecht zeg. Oh. En waarvoor hebben ze dat doek ertussen gedaan? Ja, omdat die kammen, die tandduiken, die past er dan niet helemaal goed meer. Nee, dan vullen ze het op. Kun je een mooi huis zien, hè? Wel laag, hè, dit, hè? Steen. Ja. Is dit groot, hè? Ja, je moet je hand er even bij. Hou je hand er eens bij, Bart. Bij dat daar een beetje. Ja, dan kun je ongeveer zien wat, hoe groot het is. Dat is echt gigantisch. Gat, dan kun je slapen. Ja, dat is gigantisch. Ja, we zien de... Kijk, daar heb je het scheidhuisje. Dan heb je enig idee hoe hoog het is. Gigantisch, hè. Kerkhof. Ja, het is mooi helder weer nou. Het is je kan de duinen zien volgens mij als je die Ja. Het is mooi weer om dit te doen. Ja, geen wind. Zoals daar een aarde om aarde te maken daar. Een verbinding. Huh? Een verbinding om aarde te maken. Hier. Ja, dat lukt maar blijven. Het is toch niet echt tof. Het is gigantisch groot. 1868 staat erop. Oh ja, even houden. In Leiden. Een gietijzeren as. Ja. Ja, daarvoor waren ze van hout en dan waren ze ongeveer zo dik als dit. Dit is het boshout. Dat is om dat wiel uit te vullen. Want ja, die gietijzeren assen waren zo dun natuurlijk. Ja. Dan moest het uitgevuld worden om dat wiel even goed vast te kunnen zitten. En aan het begin, dat die gietijzerassen net erin kwamen, toen vonden die molenaars dat nogal eng, en die molenmakers, want ze vertrouwden het niet. Want ze hadden natuurlijk eerst zo'n grote boomstam erin, ja. En nu zo'n heel dun, slank asje. Dus toen pakten ze die assen nog wel eens helemaal in met dat hout, met dat boshout, omdat ze bang waren dat dat zou breken. Die stemmen, ja, dat is natuurlijk veel sterker als hout. Ja.
Ja, en je ziet het, het bestaat nog steeds. Ja. En het wordt opgevuld en dan wordt het door die vierkante gat van de hoe noem je dit? Het bovenwiel. Het bovenwiel. Ja. Ongelooflijk. En dat wordt niet vervangen? Nee, ik ga maar restaureren. Ja. Hoe dat vastgezet wordt hier. Dit is de molen. En daar is hij in het water. Mooi, hè? Hakken voor de koningsspil, dat is het lager. Dus dat gat is veel groter natuurlijk als die spil, maar er komen pokhouten lager blokken in. En daar zit een grote zware dekplaat op, die ligt erop. Een oude nog, die komt daar opgeschoven. Ja, dat is de middenbalk. Ja, en vroeger zat er dus een heel blok onder de middenbalk waar deze koningsspil in gelagerd was. Maar nu, omdat die krom is, konden we hem weer op de oorspronkelijke manier lageren. Dus in die balk zelf. En dat is veel sterker natuurlijk. En dan hebben we alleen dit wiel moeten laten zakken. Dat wiel hing eerst hier. Dat hangt nu weer op zo'n originele plek. Zo. Ja, want die middenbalk was vorige keer een hele stuk eruit. Ja, een hele hap eruit. Nu draait hij ruim vrij. Nou, ja, want ik zie de as daar en die is ruimte zat daar. Ja. Maar ja, kijk, oorspronkelijk zaten er natuurlijk houten assen in. Die waren wel net zo dik als dat hout wat rond met het bovenwiel zit. Het nieuwe boshout. Ze kwamen eerst tot hier. Ja. En aan de voorkant staken ze iets verder uit als achter, maar dat is eigenlijk veel te kort. En eigenlijk nadat we het geplaatst hadden, viel het ons op dat hier precies een markering loopt in de teer van het gietijzer. Dus het echte oude boshout heeft tot hier gelopen. Dus dat hebben we nog redelijk goed gegokt hoe lang het eigenlijk moest zijn. Jongen, dus het nieuwe boshout zit er ook in? Ja, nou, twee oude, twee nieuwe. Want er zijn er twee gemaakt van de oude middelbalk. Oh, van het oude middelbalk hebben jullie gebruikt? Ja, en twee zijn er nieuw. Ja, het staat heel mooi. Ja, hè? En het draait precies. Het oogt buitengewoon degelijk. Ja, en bij de middelbalk draait het ook precies goed. Ja, ja. Hè? Ja. Ja, dit geeft wel een mooie indruk hoe groot zo'n houten bouwvaas eigenlijk was. Ja. Werd die ook uit meerdere delen gemaakt? Nee, dat was het één stuk. Eén stam? Ja, ja. Nou zijn die stammen er wel hoor, maar toen was dat nog iets makkelijker aan te komen. Ja. Hey Pim, jij bent de... Ik ben de remblokjes aan het vervangen. De remvoering aan het vernieuwen. Waar heb je al wat gedaan? Nou, bijna rondom. Ik bedoel, daar eindig ik. En nu ben deze heb je ook al gedaan? Ja, ja. Maar ik hoef er na deze omheen. Oh, dus dat... Dan zit het er weer omheen. En het zit zo mooi dat je ziet het niet eens dat het er... Want kijk, ik zit daar al te kijken, daar zag ik dat het nieuw was. Ja. Maar je hebt er nog een flink stuk af moeten halen. Wat bedoel je? Van het oude bovenwiel? Van het hout. Ja, ja wel wat ja. Maar ja, we hadden een beetje verwacht dat het nog heel erg zou gaan trekken en... Werken, eventueel. En krimpen en doen met drogen, want het heeft 2 jaar gedroogd. Ja. Maar dat viel eigenlijk heel erg mee, maar ja. Ja. Als je het precies op de dikte bestelt die je moet hebben en je laat het 2 jaar drogen, dan klopt er helemaal geen ene jota meer van. En dan wordt het veel te dun uiteindelijk. Dus dan kun je er maar beter wat meer af moeten schaven. Ja. Nou, dat ziet er prachtig uit. Ja, en het komt met houten pennetjes vast, hè. Of nou ja, pennetjes. Oh, die pennen kwijt erin. Met deze zetpillen. Ja, zetpillen, ja. Nou ja, en de truc is dan, kan ik dan ook gelijk wel uitleggen. Je boort het gat eigenlijk zo diep als vanaf waar die achterkant wordt tot de lengte van de pen. En dan kloof je de pen. Ja, ja. En dan stop je er een wigje in het eind.
Ja, ja, dat zit het wel vast. En als je hem dan inslaat, ja, en dat wiggie komt bij de bodem van het gat, zet hij hem onderin het gat vast. Is net een plug. Ja, maar dan is anders. Eigenlijk een soort slagplug. Maar ja, dan, maar dan anders. Ja. Ja. En dat werkt hartstikke goed. Nou, prachtig. Dat doe ik simpel, maar ja. En dit is het hout waar de vang op grijpt? Ja, ja, dan werd er gewoon op het bovenwiel zelf gevangen. Oh, oh ja? Ja. En pas later, als dat te veel versleten was, dan maakten ze dit eromheen. Maakten ze dit eromheen. Ja, en dit, kan... dit is van... Ja, het is niet... eiken. Van gewoon eiken. Ja. Ja. Maar het gevaar voor brand, krijg je dat ook hiermee even goed? Brandgevaar? Dat die te heet wordt? Dat kan altijd. Dat kan altijd? Dat voorkom je hier niet mee. Nee. Dus je moet zorgvuldig vangen. Moet je voorzichtig doen. Ja, want anders krijg je brand. Ja, als je dat daar. Vooral met de rieten kap, dan ben je de klos. Dan kun je of inderdaad brand krijgen. Of je kan je hele bovenas ontwrichten. Ik bedoel, als je hem zo hard vangt. Ja, dat is niet dat goed. Dat bovenwiel wel stilstaat, maar de rest nog niet. Nee. Dan heb je natuurlijk ook een probleem. Nou, prachtig. Ja. Dus lekker degelijk allemaal. Ja, het ziet er goed uit. Ja. Ja. Maar ja, eerst zat er een ijzeren band omheen, hè. Ja, ja, die ijzeren band. Ja. Maar je kan ook aan het oude bovenwiel zien dat die slijtlaag, zeg maar, ja, dat die al best wel een paar keer vervangen is. Want er zitten echt wel zes verschillende maten gaten houten pinnen in. Ja, ja. Het is al helemaal verrot geboord. Dus ze hebben er al meerdere keren in. Maar ja, hoe oud is die molen niet? Nou, molen is het 1722. Snap je? Ja, en als je dat intensief gebruikt, dan... Oh, hier ziet die pinnen zitten? Ja. Hier zitten ze. Ja, ik vind het wel mooie constructies erbij. Komt geen stukje ijzer aan te pas. Nee. Ja, later worden al die delen nog gekoppeld, hè. Waar ze tegen elkaar komen, komt er nog een ijzeren stripje overheen. Oh, er komt een ijzeren strip over. Dus dan wordt het echt één geheel. Ja, maar die worden wel ingehakt natuurlijk. Ja, die worden wel ingehakt. Nou, maar die zitten aan de voorkant. Oh, hier aan de ja, zijkant. Ja, ijzeren stripjes. Niet op het loopvlak. Nee, dat wou ik zeggen, dat kan niet. Nee, anders dan gaat het niet helemaal goed. Nee. Oké. Okay. Bij het slijten van harder op de kopjes van de pinnen dan op de rest. Ja. Zo kan het allemaal komen. Nou, prachtig. Het is alleen een beetje zoeken waar je die gaten kan boren, want er zit natuurlijk met allemaal ijzer erin. Ja, want dat zie ik. Niet in die kammen boren. Nee, dus oké, die kammen weer niet gebruiken. Want die moet ook kunnen vervangen worden. Ja, precies. Nou, ik heb het gezien. Het is af en toe een beetje rot, zou je. Nou, dit is de vang die hier ligt, denk ik. Ja, dat is een onderdeel van de vang, ja. Het zijn vier stukken bij elkaar, hoor. Vier stukken? Dit is er één. Oh, dit is er één. Met een soort hefboom. Ja. En dan ligt er beneden ligt de rest. Ja, dat is hartstikke zwaar. Dus die hebben er gewoon vanaf geschoven en vastgebonden. Jo, de bos houdt het een dikte, hier ook. Ja, het is... van die zware ijzeren stroppen eromheen. Jongen, jongens.